Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 14 oktober 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Mark Alpha Foxtrot 6 India Mike in de Verenigde Staten zal over enkele dagen op 17 oktober op 28,425 MHz USB actief zijn tijdens een parachutesprong. Hij is bij twee eerdere soortgelijke sprongen QRV geweest op deze frequentie, maar vanwege de matige condities waren er toen geen DX-QSO's. De maximale afstand was toen niettemin 195 kilometer. Mogelijk zijn er nu wat later in het seizoen wat betere condities. Van zijn sprong van 20 september bestaat een opname. Een fragment daaruit klinkt als volgt. Kilo Foxtrot 6 uniform. Loud and clear, thank you, 73. 6 uniform. November 6, uniform Mike Quebec. 56, Mike, radio kilowatt, yes, thank you. Behalve radiocontact heeft Mark ook live streaming video bij zich. Meer info over de sprong met diverse links, onder andere naar Mark's website en YouTube filmpjes van de sprong en landing, zijn te vinden op panelete.nl. En wie weet kan iemand hem op 17 oktober op 10 meter werken, op 28,425 MHz dus in USB. De dag voor de radioamateurs kampt met een gebrek aan medewerkers. Op veron.nl staat er een oproep voor eventuele geïnteresseerden. Men zoekt nog enkele mensen om daarmee de mensen die nu al medewerkers zijn niet te veel te belasten. Het handigste is natuurlijk als je in de buurt van Apeldoorn zit. Belangstellenden voor medewerking aan de dag voor de radioamateur kunnen zich melden via e-mail bij papaalfa1juliet op papaalfa1juliet@veron.nl. De DVDRA vindt dit jaar plaats op 7 november. Heb je een hekel aan een collega of een concurrent die zijn laptop een moment onbewaakt laat? Het ziet er volgens webwereld.nl uit zoals iedere normale USB-stick, maar het is een dodelijk wapen. Althans voor je laptop, zo schrijft Webwereld. De USB-killer, ontworpen door een Russische beveiligingsexpert, is niet voor eigen gebruik. De Russische beveiligingsonderzoeker Dark Purple heeft de USB-stick ontworpen die in plaats van data opslaat je computer vernielt. Door een stroomstoot af te geven kan de USB-killer elk apparaat vernietigen, claimt Dark Purple in een blogpost. Ook is het mogelijk via de stick virussen te verspreiden, maar dat laatste is geen nieuws natuurlijk. Er is inmiddels al een versie 2.0 van het gevaarlijke speeltje, die geeft bijvoorbeeld ook aan in hoeverre de actie gelukt is. In een video van het bedrijf achter de kwaadaardige gadget geeft hij bijvoorbeeld aan dat het moederbord defect is en dus moet worden vervangen, maar dat de harddisk waarschijnlijk de klap wel heeft overleefd. Tijdens de JOTA komend weekend zelf van 16 tot en met 18 oktober in Loon op Zand in de FM-omroepband een evenementenzender in de lucht zijn. Radio Scout FM liet al eerder van zich horen. Het station zendt overigens legaal uit met een evenementenvergunning op 105,9 MHz. De zender bevindt zich bij de Pastoor Simons groep die nog eens benadrukt dat iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen. In Loon op Zand dus, dat ligt tussen Waalwijk en Tilburg. Website van het station is www.radioscoutfm.nl. www.radioscoutfm.nl. Ja, dan nog iets anders. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik me met alle goede bedoelingen wat te veel verplichtingen op mijn hals gehaald. Met veel spijt heb ik daarom vorige maand helaas een aantal vaste activiteiten op hobbygebied moeten afstoten. Onder andere ben ik ook met veel spijt gestopt met mijn vaste bijdrage aan PI4AA. Incidenteel zal ik waarschijnlijk nog wel eens wat aanleveren, maar structureel kan ik dat gewoon niet met voldoende kwaliteit waarmaken bij alle andere dingen die ik nog doe. Ik heb in die bijna anderhalf jaar overigens met heel veel plezier aan het station meegewerkt. Ik heb in die periode meerdere items gemaakt waarvan de verschillende tijdloos genoeg zijn om ze nog een keer de revue te laten passeren. Vanaf vandaag zullen er enkele van die items volgen, sommige in meerdere delen opgeknipt. Vandaag beginnen we met deel 1 van de bijdrage aan de eerste Gooise uitzending van PI4AA en dat was op 2 mei 2014. Dus Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Een jaar of vier geleden ben ik eens aan het experimenteren geslagen met wat verschillende in de winkel verkrijgbare portabel antennes. Willen veel amateurs juist zo ver mogelijk komen en hebben ze daarom ook alleen maar interesse voor propagatie op de lange afstand. Zelf ben ik daarnaast zeer geïnteresseerd in propagatie op kortere afstand. Dat heeft betrekking op die rare QSB die er op 6 meter soms op zeer lokale signalen zit, maar ook het werken met portabele apparatuur. Ik doe het vooral op 70 centimeter, met name in D-Star. Maar daarnaast ook op 2 meter en op 6 meter bij de NFM. De aanleiding om eens wat te gaan uitproberen waren een aantal stations in mijn omgeving die toch wel heel wat betere resultaten boekten met een gekocht antennetje in plaats van de meegeleverde antenne op hun portofoon. Meestal ging het om typen van het merk Diamond of Comet, die ook wel heel prominent in deze markt aanwezig zijn.
Bij deze stations ging het om ervaringen op 70 centimeter in D-Star. En het verschil was gewoonlijk van helemaal niet hoorbaar tot of niet verstaanbaar met het originele antennetje op een repeater tot een heel erg bruikbaar NQ5 signaal met een aangekocht exemplaar. Dat het D-Star was, is wel zinvol om te vermelden, omdat bij die modulatiesoort de grens tussen al dan niet goed verstaanbaar nog wat scherper ligt dan bij FM. Een portabel antenne is iets wonderlijks. Wat veel mensen niet realiseren, is dat de tegencapaciteit voor zo'n antenne grotendeels ontbreekt. Althans, wanneer de porto los op tafel ligt. Voor 70 centimeter zou op die manier, inclusief de grootte van een portobehuizing, een tegencapaciteit van ruim 17 centimeter nodig zijn. Of een equivalent iets dat mede uit condensatoren en of spoelen bestaat. Op 2 meter is dit al ruim 50 centimeter. En op 6 meter is een tegencapaciteit van bijna 1,5 meter nodig. Dat zo'n antenne toch werkt, komt door twee redenen. Allereerst is bij ontvangst een tegencapaciteit veel minder belangrijk dan bij zenden. Vandaar dat zo'n apparaat het op tafel liggend bij ontvangst ook gewoon heel behoorlijk doet. Bij zenden werkt het met name bij kwartgolfachtige antennes, doordat de gebruiker van de antenne ook een beetje meedoet. Via de capaciteit van de portofoon, of gewoon via geleiding met de handpalm, is de arm en ook de rest van degene die de portofoon gebruikt dus onderdeel van de antenne. Een mens bestaat immers voor een groot deel uit water. Op 70 centimeter is de koppeling met de eigenaar van het apparaat het effectiefst. Daar is heel weinig picofarad tussen hand en portofoon al voldoende. Ook op 2 meter zijn er dus geen problemen. Maar portofoons op 6 meter en zeker op 10 en 11 meter komen duidelijk tegencapaciteit tekort. Vooral op die laatste twee banden zijn portofoonantennes niet erg effectief meer, doordat de apparaten als tegencapaciteit alleen een heel hoge weerstand zien. Tenzij er als tegencapaciteit dus een draad van op 10 meter ruim 2 meter lang aanhangt. Overigens komen ook eigenaren die zuinig zijn op een aanschaf lelijk op de koffie. Een kunststof of leren tas verkleint de koppeling tussen mens en apparaat aanzienlijk en je zou daardoor dus ook verwachten dat de portofoonantenne in een aantal gevallen daardoor minder goed gaat werken. Hang je er echter een externe microfoon aan, dan biedt het microfoonsnoer, afhankelijk van de zendfrequentie, weer een welkomstuk tegencapaciteit.